Goedemorgen, het is vandaag maandag en wij zijn op weg naar Schiphol. We hebben net geparkeerd hier en we zijn nu in de bus omweg naar Schiphol. We zitten helemaal achter in de bus. Hé, Nes? Hè? Zoals de oude schooltijd, helemaal achter in de bus. Dat we hebben er echt zin in, jongens. Om te richten is super hard en wij gaan lekker naar de zon. Ik heb trouwens nog helemaal niet verteld waar we naartoe gaan. Nes? Waar gaan we naartoe? Wij gaan naar Tsjechië. Nee, waar gaan we naartoe? We gaan naar Bali. Wij gaan lekker naar Bali. Het is onze eerste keer. We zullen onze eerste keer echt naar een heel ver land gaan. Dus wij hebben er echt zin in. Het is echt een nieuw avontuur voor ons. En I can't wait. Het enige waar ik echt geen zin in heb is de vlucht. Die duurt ongeveer 17 uur. Ja. Even naar zijn auto op zocht staan. In ieder geval, de vlucht duurt 17 uur en ik heb er echt helemaal geen zin in. Maar ja, ik vermaak me wel. Heb je trouwens series gedownload op Netflix? Ja. Oh shit, ik heb niet. Friends. Wat is ze? Waarom wil je opeens dat ik naast jou kom zitten? Ik moest hier zitten en jij moest daar zitten, zoals vroeger, zei jij. Nee. Guys, wij gaan nu onze koffers sealen. Nick was wel handig met zo'n lange vlucht. Kijk hoe fijn het eruit ziet. Super handig. We zitten nu in een elektronica winkel. We hebben besloten om een drone te gaan halen voor Bali. En wij gaan deze halen. Oké, wij hebben net een drone gekocht. Waar is Nessie? Dat is het fucking vol. Wij vliegen met Garuda Indonesia. Nou, Garuda Airlines is het volgens mij. Nu best wel mooi uit, hè? Ja. Alleen, we wouden eigenlijk upgraden naar business class, maar dat was niet meer gelukt. We moesten €10.000 betalen. Ik dacht, doei. Gaat hem niet meer worden. Oké, inmiddels zitten wij al een uurtje in het vliegtuig. Dus we hebben gewoon twee zitplekken. Nee, kijk, Friends. Kijk, ik kan hier gewoon Friends kijken. Dit is ons eten, jongens. Wij hebben rijst met kip. Dan krijg je nog een lekker slaatje erbij. En is volgens mij een toetje. Lekker. Het ruikt echt lekker. Wij zijn net aangekomen in de hotelkamer. Net zien we ze aan het poepen. En het ziet er echt zo mooi uit. Ik dacht, ik ga het alvast filmen, want het begint al een beetje bij ons. Het ziet er echt heel mooi uit. En ik vind de badkamer echt zo mooi. Dit is de douche. Onze bad. Kijk hoe mooi. Weet je wat ik echt fijn vind, Nes? Ja. Dat we twee wastafels hebben. Kijk hoe cute allemaal. Wacht, ik laat jullie even zien. Dit is ons terrasje. We hebben een bedje op ons terras. Het ziet er echt cute uit. Echt, ik zie eruit alsof ik aan het dood ben opgestaan. We gaan ons klaarmaken. Ik weet nog niet goed wat we gaan doen hoor, maar we zijn vet moe. Dus het wordt niet echt iets spannends. Ik heb me even snel klaargemaakt. En we gaan nu denk ik ergens eten. Ik heb een blazerjurkje aan van de Zara. Van de Zara Sale trouwens. En een tasje. En ik heb slippertjes aan. Nou, mijn slippers zijn echt gaaf trouwens. Ga je ze vandaag aandoen? Ja. Deze zijn van Puma in samenwerking met Daily Paper, hè? Klopt. Die zijn echt gaaf. Jongens, kijk hoe mooi het eruit ziet. Echt gaaf. Kom, we gaan ons snel insmeren. Want we zijn ons vergeten in te smeren. Is het trouwens een spray of een crème die we hebben? Dat weet ik niet, maar ik krijg een jeuk als ik het ja. Doe. Maar we moeten ons even insmeren met Date. Tegen insecten hier, want ik krijg ook echt... jeuk nu al. Dat is ook een beetje psychisch hoor. Ja, maar ja, het komt door die planten en zo hier. Maar elke en die geluiden ook. Godverdamme. Elke vlieg of mug die ik zie vliegen, denk ik van godverdamme. Ja, en allemaal hagedissen hier. We zijn al twee tegengekomen. Waar was die nou? Oh, hier. Ja, nu zie je hem wel, hè. Oké, wij zitten inmiddels hier als enige gewoon. We hebben nu een beetje brood besteld. En een nojito. Er zit geen alcohol in. Nojito heet die van mij. Nojito. Ja, echt. En volgens mij krijgen we nu onze soep. Lekker hoor, Nesje. I have a question, hè?
Is this every day or no. just today? I have a question, hè? Huh? I have a question, hè? Ons eten, zo, dit is pasta met garnalen en mosselen. En Nesim heeft volgens mij pasta met zalm. Ja. Toch, Nesje? Klopt. Is het toch goed uit? Jou ziet er wel beter uit, moet ik zeggen. Echt? Ja, dat lijkt zo. Ah, ik vind die van jou ook wel goed eruit zien. Ik ben benieuwd. Eet smakelijk. En dan als laatste tiramisu. Ik weet niet wie er 20 is, maar dat ben ik niet. 20? We hebben net lekker gegeten. We zijn net terug en ik denk dat we maar gaan slapen, want we zijn echt heel moe, Nes. Het is zomaar 9:15, 2:00 middags. In Nederland is het 9:15. Maar goed, we zijn echt helemaal kapot. Ik ga mijn make-up eraf halen. Hallo. Ik ga me lekker omkleden. En dan gaan we slapen. Ik zie jullie morgen weer. Doei, doeg. Ja! Oké, goedemorgen. Wij zijn echt kapot, vroeg wakker. We snappen er echt niks meer van. Nessie, hoe laat is het? Het is 5:00. Het is nu 5:00 AM. We zijn al ongeveer een uurtje wakker. Ik ga me zo rustig klaarmaken. En we zeiden gisteren nog tegen elkaar van... We gaan nooit het ontbijt halen. Want die is om 7:00 tot en met 9:30. Maar die gaan we dus echt zeker wel halen. Ik ga me zo gewoon lekker rustig aan klaarmaken. Dit even fixen. Ik was stuk. En dan gaan we rustig aan onze dag beginnen. Oké, ik was mijn tandenborstel vergeten. En die zit toevallig in dit kitje. Ik ben er echt blij mee. Oké, ik wil een koffertje. Voordat ik maar klaar ga maken. Yes. Dat hebben ze allemaal. Allemaal theetjes en zo. Volgens mij zijn ze hier heel lekker. In ieder geval, ik ga lekker een koffietje maken. Deze badjas is hier echt zo chill. Ik hou van deze stof. Ik ben me ondertussen aan het klaarmaken. Oké, ik heb me klaargemaakt. En ik sta nu op het balkon. Kijk één keer hoe het eruit ziet. Het is echt zo heerlijk om zo wakker te worden. Je hoort de vogels op fluiten. Super lekker weer. Ik heb er echt zin in. Het is echt lang geleden voor mij. Ik echt op vakantie ben geweest met mensen. Ik heb er echt zin in. Ik heb Nessie een beetje gedwongen om met mij op de foto te gaan. We gaan nu allebei zo met onze badjas op de foto. Vind je het leuk? Is het wel lekker? Ja, is wel lekker. Eerlijk, die stof is echt lekker. Ik ga denk ik echt van dit soort jurkjes kopen hier. Is ook fijn. Ook goed tegen insecten, hoor. Is het goed tegen insecten? Ja, tuurlijk, want je hele lichaam is bedekt. Kijk. Ja, een soort van... Behalve je voeten. In ieder geval, wij gaan foto's maken. Wat doe jij? Guys, ik heb me klaargemaakt. En ik heb vandaag zo'n kleine... Ja, is geen jumpsuit, hoe heet het eigenlijk ook alweer? Ik weet het niet. Een playsuit heet het, ja. Zo'n playsuit aan van ASOS. Met deze slippertjes. Ik ga nu even alleen kijken welke tas ik hierbij ga dragen. En dan gaan we even ontbijten. Tropisch weer. Maar als je hier zo loopt, lijkt het alsof je in een jungle bent of zo, hè? Al die geluiden en zo. Ik vind het maar besef, je moet niet onderschatten, die regen. Nee, maar die regen is echt lijp, gewoon gekke gietings. Oh fuck, en ik heb nog mijn haar gedaan anders. Gelukkig heb ik krullen, maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Wij gaan vandaag een chauffeur bellen. Die heeft, ik vraag me af of het slim is om die chauffeur vandaag te bellen, aangezien je niet zo heel veel gaat doen. Ik zou hem eerder willen wanneer ik echt de hele dag naar benzine. Maar je weet toch niet wanneer hij beschikbaar is? In ieder geval, ik heb het nummer van de chauffeur van Fadim gekregen. Ik had al vlogs gezien, we hebben het daarna geappt. Ze heeft me allemaal tips gegeven. Dus thanks Fadim. En ja. We hebben net de privéchauffeur gebeld. En hij komt dus na het ontbijt naar ons toe. Dan gaan we even kijken wat voor trips hij doet. En dan gaan we het meteen boeken. Maar anders weten we zelf ook niet zo goed wat wij moeten doen. Want we zitten eigenlijk te googlen, maar... We weten natuurlijk ook niet waar alles zit en hoe we het allemaal het best met elkaar kunnen combineren. Dus ik ben echt blij dat hij langskomt. We hebben nu een cappuccinootje. We zitten te wachten op ons ontbijt. Dit is ons ontbijt en Nessie is jaloers op mij. Ik heb nasi goreng met kip. Dat is wel een gekke ontbijt. Soep, tomaatjes, fruit. En Nessie heeft een Mexicaans ontbijt. Wat is dat, Nessie? Ja, ik weet het niet. Oprecht geen flauw idee. Ze hebben zo'n pannenkoekachtig iets gemaakt van mais en zo. Oh, er zit mais en zo in. Iets smakelijk. Maar Nessie mag ook mijn eten, hoor. Ja? Ja, tuurlijk. Het ziet er zo gruwelijk uit. Maar gewoon lekker goed bezig zijn. Oh, heftig, man. Eerst water en nu een lekker theetje. Oké, wij zijn weer op onze kamer. We hebben net die privéchauffeur gesproken. En we gaan vandaag toch niet naar de Monkey Forest. Want we hebben nu 3 trips geboekt met hem. Eentje in het noorden... Eentje in het zuiden en eentje in het midden. En dat is al inclusief Monkey Forest. Wat we vandaag gaan doen is gewoon even chillen. We gaan naar Seminyak vandaag, hè, Nesim? Seminyak. En daar gaan we de drone ook meteen uitproberen. Oké, we zijn een beetje onhandig met de drone.
Dus het was een beetje uit te proberen. En het was één keer goed gelukt, maar het was, ja, de shots waren echt wat minder. Dus weet ik me dood, want de zon is nu echt super fel. Ik heb het echt zo warm. Mijn voeten zijn opgezwollen. Even kijken. Mijn voeten zijn opgezwollen. Let niet op mijn lelijke teennagels, want we gaan zo een pedicure doen. Maar kijk hoe erg ik opgezwollen ben. Echt niet normaal. En ik loop gewoon even op blote voeten, want ik kan echt niet meer. Me baby, I got your back, looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. Hey, wij zijn nu onderweg naar de spa. En we gaan een pedicure en een manicure nemen. Manicure, pedicure, twist. Waar moeten we heen nu? We hebben net lekkere pedicure gehad. Het ziet er weer een beetje schoon uit. We waren hier net lekker rustig aan het lopen. En wie flikkerde? Ben je net geflikkerd, Nessie? Hij voelt zich altijd zo lomp als in. Hey, die man die nou naar je kijkt, die heb je dus net zien flikkeren. Dat is niet waar, dat heb ik niet gezien. Hi. Hi. Hij heeft hem niet gezien. We hebben lekker een taxi besteld. En je moet hier dus... Hoe kan je lekker een taxi bestellen? Nou, dat ben ik gewoon niet. Oké, okay, we hebben zo'n watermeloenijsje gehaald. Het ruikt echt super lekker. Ja, hè? Wil je een foto bij die I Love Bali? Ja, vet. Vind je het leuk? Ja. Dan gaan we lekker de toerist uithangen. Ja. Leuk. Oké, okay, wij zitten nu bij de Potato Beach Club. Potato Head Beach Club. Dit is een beach club. En het zit eigenlijk vol, dus wij kunnen daar vandaag niet gaan zitten. Maar we komen hier nog wel terug om hier te zwemmen en Nessie. Sowieso. Ik vind het ook leuk, want daar is ook een barretje aan het water. Dat is echt cute. En we hebben onze bestelling gedaan en ik laat jullie zo zien hoe het eruit ziet. Ik heb een echt lekkere ijsthee besteld. Ik heb een citrus ijsthee. Ik weet alleen niet wat dit is. Die kreeg ik erbij. En een lychee ijsthee voor Nessie. Ik denk dat je dat erin moet doen. Echt? Oké, okay, ik heb het met scheid gevraagd, maar dit is dus suiker of zo. Ik heb erin gedaan, het smaakt nu veel lekkerder. Oké, okay, jongens, het is ons eten. Ik heb kip met mashed potatoes. Wat zit hierin? Jus. Lekker man. En Nessie heeft een burger met... Wat is dat eigenlijk? Friet. Ik weet niet wat het is. Ik heb ook dit voor... Aardappeltjes met rozemarijn trouwens. Dat vind ik zo lekker. Dit doet me echt denken aan Jamie Oliver, Nessie. Wat die aardappels? Ja. Ja? Ja. Met die rozemarijn en zo. Sorry, ik vond dit echt zoveel lekkerder. Oké, okay, wij gaan nu lekker met onze voetjes in het strand. Dat is het strand van Seminyak. Lekker, Nes! Ja, dat lijkt zo. Die golf alles verpesten. Ah, maar er stond net hier meer. Met een hartje van net. Thank you, baby. Oké, okay, wij zijn nu weer bij een andere mall. En wij gaan hier lekker rondkijken. Het ziet er wel goed uit hier, Enes. Huh? Ziet er wel goed uit hier. Ja, als je plantje hebt. Oké, wij zijn weer terug in het hotel. We zijn helemaal kapot. En ik heb nu even de douche aangedaan. En ik ga even douchen. En we willen hierna even een massage nemen. En daarna gaan we weer uit eten. Oké, okay, ik heb me even snel klaargemaakt. Ik heb een zwarte topje aan. Kijk, mijn chille broek. Heerlijk. Deze is van de Pri. Oké, okay, ik ben eigenlijk best wel pissig. Ik heb echt 2 uur lang op Nessie moeten wachten. En hij is nu pas aan het douchen. In ieder geval, wij gaan zo weer terug naar de mall. Daar gaan we cadeautjes halen voor onze moeders. Want we hebben daar iets leuks gezien. Maar we mochten het niet kopen, omdat je dan je paspoort eerst moet laten zien. En als we datgene hebben gekocht, ik zeg nog niet wat in de vlog, want ik weet dan nog niet of ze het al hebben. Dan moeten we het ook nog ophalen als we gaan vliegen in de airport. Ik ben naakt. Ik vlog jou toch helemaal niet? Ik ben heel moe. Ja, maar je bent de hele dag weg geweest. Ik ben ook moe. Ik had nog 4 uur s'nachts opgestaan. Ja, ik ook. En je hebt net 2 uur geslapen. Ik heb niet geslapen hoor, je hebt geslapen. Wat heb je gedaan dan? Ik heb gewoon gelegen. Ben je niet moe? Nee, niet echt. Ik wil eten.
Huh? Ik wil eten. Jezus. Ja. Niet zeggen! Ja. Niet zeggen wat we gaan halen, want jullie toch niet of ze het al hebben gehad als ze deze vlog kijken. Nou, maar. Nou, moet ik even los. Wat? Oh nee, als je kijkt, app me nu. Oké, net zijn we dus naar de supermarkt om allemaal snacks te halen, want hij wil graag een video opnieuw voor op zijn kanaal. Kijk, één keer wat we allemaal hebben gehaald. Oké, guys, wij zijn nu aan het strand en we gaan hier lekker vis eten. Ik ga stuk. We hebben die zin hebben. Guys, de golven zijn hier zo hard. Dat is niet normaal. Kijk, één keer deze krab. We hebben calamaris, groenten, salade, friet. Maar er komt nog meer aan. Nog niet. Ergens in hen. Jongens, we hebben nog meer vis gegeten. Dit ziet er zo gruwelijk uit. We hebben nog meer vis gekregen. En wat is dat dan? Krab? Dit is kreeft. Dit is kreeft. Ja, oh, we hebben net krab gegeten. Ja, nou, gegeten. De helft zit hier nog. Het is zo moeilijk. Zo slecht in. Dit is letterlijk de eerste kat die ik tegenkwam op Bali. Heel veel honden gezien, maar nog geen katten. Hey! Oké, we zijn net terug in ons hotel. En ik ben helemaal gesloopt. Ik ga zo meteen mijn make-up eraf halen. En ik ga meteen mijn bed induiken. Dus ik ga hier bij mijn vlog afsluiten. Ja? Het is nu al 5 uur 's middags in Nederland. En hoe laat is het nu bij ons? 12 uur. Oh, het is best wel laat. Gisteren zijn we om 9 uur naar bed gegaan. Ja. In ieder geval, ik ga de vlog afsluiten en ik zie jullie morgen weer. Doei!